Universiteit van Nederland. Ben jij een early adapter, Olivier? Nee, helemaal niet. Nee? Nee, iedereen adapt eerlijker dan ik. Uh, mijn, mijn zwager heeft mij ooit omschreven als de laatste persoon in Nederland... die nog geen smartphone had. Een innovatie werkt pas als mensen begrijpen wat het is... en erin kunnen vertrouwen. Een man die onbreekbaar glas uitvond. Oh, ben jij de enige die weet dat dit is? Ja? Nou, dat was het einde van deze uitvinder. En dan wordt het typisch Romeins en hebben we het altijd al gedaan. Goed dat je luistert naar Rare Jongens. Tegenover mij zit historicus en hoogleraar oude geschiedenis, Olivier Hekster. En tegenover mij zit hoofdredacteur van de Universiteit van Nederland, Marijn Dogge. Ja, in deze podcast van de Radboud Universiteit en de Universiteit van Nederland bekijken we onze tijd door de bril van de Romeinen. Ja, en in deze aflevering, Olivier, staat de vraag centraal. Veranderde de wereld voor Romeinen net zo snel als voor ons? Geen idee. Nou ja, een beetje een idee heb ik wel. Dan gaan we het over hebben. Oké. Okay. En aan het eind van de aflevering wordt jij weer uitgedaagd, Olivier, door een van onze luisteraars. Dit keer door Signorita Olguita. En die zegt fastfood. Daar hebben ze vast nog nooit over nagedacht, die Romeinen. Nou, Daar hadden ze niet alleen al over nagedacht, maar dat aten ze echt best wel veel. De opkomst van kunstmatige intelligentie gaat veel mensen te snel, maar de kans dat je het gaat gebruiken, of het nou de komende maanden is of de komende jaren, is levensgroot. Namelijk zodra je inziet wat de voordelen voor jou zijn en het ook net zo gemakkelijk in gebruik wordt, misschien zelfs zo gemakkelijk dat je er niet meer over hoeft na te denken, of je er dan blij van moet worden, is een tweede natuurlijk. Ja, Olivier, dachten de Romeinen over innovaties zoals hun aquaducten, cement en badhuizen net zoals wij denken over kunstmatige intelligentie? Ja, kort gezegd ja. De, uh, bij innovatie maken we eigenlijk altijd een onderscheid tussen wat je sociale innovatie en technische innovatie noemt. Dus sociale innovatie is dat je dingen gaat gebruiken en dat daarmee je leven anders wordt. En technische innovatie zijn het soort technische dingen die helemaal nieuw zijn. Dus met jouw AI heb je lekker beide. Je hebt een technische innovatie AI. En die gaat in sociale innovatie betekenen dat we nooit meer hoeven leren lezen of schrijven of Zo zoiets. He, dat ja. is, uh, <laughs> uh, en bij de Romeinen zie je eigenlijk ook allebei. Dus je ziet best een aantal technische innovaties. En je ziet vooral heel veel sociale innovaties, zeker als je over al die eeuwen heen kijkt. En het leuke bij de Romeinen is dat als je leest wat de Romeinen over verandering zeggen, dan zeggen ze allemaal dat het allemaal verschrikkelijk is en dat we tradities hebben en dat we moeten doen wat de voorouders deden. En oh, vroeger was het allemaal beter, dat soort verhaal, wat je nu ook best vaak hoort. Maar als je nou kijkt, is het een samenleving die heel systematisch verandert. En dat dan ook dat dan ook oppakt en dat dan ook normaal maakt. Ah, kan, je dat, kan je dat eens toelichten aan de hand van een voorbeeld? Een muntgeld is leuk. Muntgeld, muntgeld. muntgeld vind ik echt leuk. En daar hebben, nou, hebben we het nu natuurlijk ook over. Hè, die verandering naar eerst giraal ja. werken en internetbankieren en uh, bitcoin, al dat soort dingen en de discussies daarover. <laughs> nou, dus, dus je weet dat dingen kunnen en je weet dat dingen er bestaan, maar voordat je het gaat oppakken. Is weer iets anders. Nou, dan ja, moet het dan nuttig voor je zijn. Die, die Romeinen of? daar. Ja. daar nou, ik heb het al eerder gehad over munten als bron. Dat zijn heel erg leuk. We hebben er dus heel veel van over door het hele Rijk en ver buiten het Rijk verspreid. dus tot in India heel veel Romeinse munten. Dus dat is iets typisch Romeins. Die heel veel munten met heel veel boodschappen erop. Maar Romeinen zijn helemaal geen early adapters als het op munten aangaat. Okay. Dus de Grieken, wat hadden ze daartegen dan? Nou, die Grieken die hebben al lang munten. Ja. Dus dat kennen ze. En dan zie je dat er in dat Romeinse rijk of dat Romeinse dorpje nog aan het uh, begin, dus 4e eeuw voor, 3e eeuw voor, nog geen munten gebruikt worden. Dus wat ze er precies tegen hadden, weten we niet. We deden dat nog nooit. Dus op een gegeven moment zien ze wel dat de Grieken dat doen, maar gaan zij het niet doen. Dan gaan ze op een gegeven moment hele soort grote blokken metaal gebruiken, dan kan je dan ook een beetje mee wisselen. Dus de, de, de Romeinen zagen Grieken heel simpel met kleine muntjes dingen betalen en zij wilden geen afstand doen van de grote blokken die ze mee moesten sjouwen om mee te betalen. <totstuk> nog niet eens, ze hadden nog niet eens die grote blokken. Ze gingen dan nadenken over rekeneenheden en dan ga je met die grote blokken een soort wisselgeld creëren, of een soort uitwisseling creëren. Nou, dat verandert dus pas. Dus, nee, dus je zou zeggen, dit is Zoveel praktischer met munten te gaan en je ziet dat iedereen ja. doet, dat moet je wel. Maar pas na de Punische Oorlog, hebben we het al vaker over gehad, hè? Rome komt dan in uh, conflict met Carthago en dan worden ze een echt een wereldrijk. Dan pas gaan ze echt muntgeld gebruiken. Waarschijnlijk omdat het rijk zo groot wordt en dat er zoveel verhandeld gaat worden, dat je wel moet. Kicking en screaming moeten ze aan het muntgeld. Nou ja, dan krijg je dat muntgeld omdat dat nu eenmaal zo praktisch is. En wat gaan ze dan doen? Dan zetten ze daar vooral op de voorkant Roma, de godin, op. En op de achterkant de Dioscuru, de goddelijke tweeling. Dat zijn dus ook een, een, twee goden die heel erg met Rome te maken okay. hebben. Die Rome beschermd hebben. Dus wat ze zeggen is, ja, we hebben nu wel munten, maar we zijn nog steeds heel Romeins. Hoor. Dit zijn hele Romeinse... Oh, we mogen niet Grieks lijken. We vooral nergens anders nee. op lijken. Okay. En pas als dat muntgeld dan normaal wordt. Dus als iedereen weet, oh, dit is muntgeld en dit is Romeins. Dan pas gaan ze er allerlei andere beelden en boodschappen op zetten. Dus je okay. ziet dan zo'n stappenplan van eerst, we willen geen muntgeld, want dat is niet hoe wij dingen doen. Dan moet je muntgeld hebben. En dan laat je zien. Ja, maar het is wel heel Romeins muntgeld hoor. Dit is echt. Dit, dit, dit is anders. Dit is precies wat wij hebben. En als dat eenmaal normaal is. Dan kan je er alles mee doen wat je wil. En dan wordt het normaal. Zo zie je wel. Wij Romeinen wij hebben munten. Het is een beetje zoals de koudwatervrees voor een elektrische auto, toch? Je weet dat het kan. Dat het werkt. Dat roept ook iedereen. Maar die overstap maken. Nou ja, en je ziet precies hetzelfde. Dat is heel leuk. Dat is, uh, er, is, er is hier heel veel onderzoek. Precies naar het idee van innovatie in de oudheid. Het is een groot project wat alle. Uh, oudheidkundige in Nederland doen. En daar, daar werken we met anchoring innovation. Het verankeren van innovatie. En die elektrische auto is een geweldig voorbeeld. Als je kijkt naar de eerste elektrische auto's. Weet jij waar opgeladen werd in de eerste elektrische auto's? Ja, ja op, de, op de bekende plek toch? De benzinedop. Op de benzinedopplek. Ja. Dat slaat helemaal nergens op. En nu is er geen elektrische auto meer die daar oplaadt. Maar om duidelijk te maken dat je weet hoe je moet denken. He, veranker je dat idee van een elektrische auto in een gewone auto. En precies dat zie je met die munten. Eerst moet je zeker maken dat die munten echt helemaal Romein zijn door de Roma op te zetten. En ja. op het moment dat iedereen weet dat die munten echt Romein zijn, dan kan je er leuke dingen mee doen en mee gaan spelen. Dus een innovatie werkt pas als mensen begrijpen wat het is en erin kunnen vertrouwen. En bij munten is dat sowieso heel belangrijk, omdat munten natuurlijk helemaal te maken hebben met autoriteit. En de, de zogenoemde intrinsieke waarde van Romeinse munten was lager dan de nominale waarde. Dat wil zeggen, als je de munten omsmelt... dan is het brons wat erin zit... minder waard dan de rolwaarde van de ja? munt. Nou, dat werkt alleen als je erop vertrouwt... dat die munt altijd die waarde heeft. En dat werkt alleen als je gelooft in de autoriteit. Dus je ziet daar heel sterk hoe datzelfde proces... wat we nu ook in twijfel met bitcoin zien... met die Romeinse munt. Even los van de munt... Uh... Als je een innovatie had in het Romeinse Rijk, hoe zorgde je dan dat jouw uitvinding, er zaten vast ook uitvindertjes in kleine hokjes te knutselen aan dingetjes, hoe zorgde je dan dat dat iedereen bereikte of waren het durfinvesteerders of mensen die er daarin stapten? Uh, startups? Zeker startups. Ja, we, we zitten weer bij het aloude bronnenprobleem, dus we hebben niet heel veel, maar we hebben wel een paar teksten die schrijven over innovaties. Uh, dat is vaak bij keizerslevens, dus mensen die schrijven over de keizers, zeggen wat er met de keizers gebeurt en hoe die keizers te maken krijgen met vernieuwingen en nieuwe situaties. En daar hebben we ook een paar bronnen over innovatie. Dus dat is waarschijnlijk hoe je het deed. Als je echt dacht dat je een goed idee had, dan, dan ging je naar de keizer, want die keizer had het kapitaal en de mogelijkheid om het te verspreiden. Uh, nou is het typisch dat de bronnen die we daarover hebben, gaan eigenlijk allemaal over dingen die misgaan. Oké. Okay. Uh, dus dat is dus een, een heel mooi voorbeeld. Maar je niet goed in het vieren van een successen, de Romeinen. Nou, dit is eigenlijk wel leuk, want dit zegt meteen iets over hoe innovatie wel en niet werkt. en waarom een innovatie er zou uh, succesvol zou kunnen zijn. Want je hebt één voorbeeld van de keizer Tiberius, die zit vrij vroeg in dat keizerrijk. Hij is de opvolger van de eerste keizer Augustus. Daar hebben we een paar verschillende teksten, die hebben het over een man die. Ten tijde van Tiberius onbreekbaar glas uitvond. Oké. Okay. Dus dat is fijn. Handig. glas. wat niet zo mag. Dat ja, is hartstikke handig. Dus wat doe je? Je hebt onbreekbaar glas uitgevonden. Jee, yeah, onbreekbaar glas. Dus je gaat naar de keizer en je zegt tegen de keizer. Oh, hier. Onbreekbaar glas. Fijn. hè? En dan hebben we verschillende verhalen. Het mooiste verhaal daarvan is dat hij het laat zien en dan heel hard op de grond gooit. En de keizer schrikt. Nee hoor, het is niet kapot. En hij maakt het geheel. <laughs> dat uh, was het. En het bestaat uh, nog steeds uh, niet, toch? Onbreekbaar glas. Ik, 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 ik heb geen idee nee, hoe okay. het precies okay. werkt. Maar ik neem aan dat je met zand, zand onder druk van alles <laughs> kan doen. Dat is wat glas is. Maar hij onbreekbaar glas. Misschien hebben we het wel, geen idee. Uh, wat, wat zegt de keizer namelijk? Oh, ben jij de enige die weet dat dit is? Ja, nou, dat was het einde van deze uitvinder. Volgens een van de fijne verhalen. Want als je onbreekbaar glas hebt. dan beïnvloedt dat enorm de prijs van goud en zilver. waar normaal gesproken de dingen van gemaakt worden. Mm. En dat heeft economische consequenties die je helemaal niet wil. Dus de keizer was hier helemaal niet blij mee. Uh, dus dit wordt heel vaak gebruikt als een voorbeeld. dat Romeinen niet van innovatie. Hielden. Tegelijkertijd kan je zeggen, er was blijkbaar een systeem waarin, als je een idee had, je naar de keizer ging. en die was in staat om dat verder uit te draaien. Alleen deed hij dat niet als dat economisch nadelig was. Hetzelfde ander voorbeeld is keizer Vespasianus, iets later. Daar komt iemand naar hem toe en zegt. Oh, ik heb een, een, een fijne katrolsysteem waarbij ik grote stenen blokken kan verschuiven. En dan zegt de keizer: Nou, ik wil mijn mensen toch ook nog aan het werk laten. Dus die koopt hem gewoon af. Die koopt ook, okay, maar de ene keizer vermoordt. Volgens een van de verhalen. Ja. De een, een vermoordt, de ander koopt af. Maar het idee is hetzelfde. Als je een start-up hebt, wil je naar de keizer, want die is het beste in staat te verspreiden. Maar of een uitvinding tot een innovatie leidt, hangt er helemaal van af of dat past in de maatschappij. En daar heb je weer, het moet verankerd worden in een manier van werken, in een manier van denken. Dus als dit als gevolg heeft. Dat onbreekbaar glas, dat je economie mekaar stort, ja, dan wil je het niet. En als jij als keizer vooral bezig bent je mensen aan het werk te zetten, omdat je daarmee brood en spelen kan voorzorgen en populair kan zijn, dan wil je niet zo'n technische innovatie. Dus het verschil tussen een uitvinding en een innovatie is iets waar de Romeinen ook tegenaan liepen. Maar ze waren best innovatief, toch? Nou ja, als je maar. Lang genoeg de tijd neemt, is elke samenleving innovatief. Dus als we het hebben over 600 jaar, verandert er in elke samenleving heel erg veel. En ik zou nog steeds zeggen: de grootste innovatie van het Romeinse Rijk is de omarming van het christendom. Sociale innovatie, dat is echt, dat is echt tamelijk heftig. Waarom is het christendom een innovatie geweest voor de Romeinen? Ik snap dat het een verandering is geweest. Nou ja, dat is wat was het is dus vooruitgang? Innovatie hoeft geen vooruitgang te zijn. Hè? Je hebt begonnen met artificial intelligence. We kunnen best een <laughs> hele aflevering, maar niet hier, erover hebben of dat een vooruitgang is. Het is wel een innovatie. En dat is dat ik zeg, sociale innovatie is echt een hele grote verandering in de manier waarop de samenleving functioneert. Heb je zeker met het christendom. En daar zie je precies hetgene wat we eerder hebben gezien. Tussen een verandering die dan leidt tot echt een innovatie. Dat als je kijkt naar. De vroege afbeeldingen in het christendom, dan zijn dat afbeeldingen die heel erg lijken op afbeeldingen van de Romeinse mythologie. Dus je hebt een figuur als Hercules die je in de vroege uh, christelijke grafplaatsen tegenkomt. En het hele idee van Christus als zoon van de god lijkt best wel op de Romeinse keizer als zoon van een god. En die parallel wordt ook echt wel gebruikt in de vroege. Christelijke literatuur. En als je de, de evangelie leest, dan gaat het voor een heel groot deel ook om het overtuigen van mensen dat dit niet alleen de betere manier van werken is, maar ook dat het op een bepaalde manier heel erg lijkt op wat we al doen, want anders is het niet acceptabel. Oh ja. Even breder getrokken weer. Ze waren innovatief, de Romeinen. De boog hebben we, cement, beton. Daar wilden ze wel allemaal aan. Wat zorgde ervoor dat dat allemaal successen werden? Je hebt een hele hoop technische innovaties die werken. En vaak zijn het niet de Romeinen die dat uitgevonden hebben, mm -hmm. maar Romeinen die het aangepast hebben. En omdat het Romeinse Rijk zo'n enorm rijk was met heel veel verbonden steden, kan je zo'n technische verandering, zo'n Uitvinding, zo'n innovatie, veel makkelijker door het hele Rijk verspreiden. En daarom denken wij er ook vaak aan de Romeinen als de grote uitvinders van uh, cement en de bogen. De boogconstructie was er al. Uh, cement was er zekerhoofd ook al. Dat werd ja. verbeterd. Dus ze hebben dingen verbeterd. En. Zich toegeëigend en door het Rijk verspreid. En als het maar lang genoeg duurt, krijg je precies hetzelfde als de munten. In eerste instantie uh, zeggen de, de, de trage adapters, zoals ik. Nou, ik vind niet zo dat dit een goed idee is. En vroeger was het allemaal beter. En op een gegeven moment werkt het. En ja, dan wordt het normaal. Met badhuizen zien we dat heel gaaf. Ja? Ja, dat is ook iets wat we heel erg aan de Romeinen toeschrijven, die grote thermencomplexen en badhuizen die verwarmd worden. En dan zie je helemaal aan het begin iemand als Kato, die hebben we bij de, de influencers al voorbij zien komen. Dat was die man die principieel weigerde nieuwe kleren te dragen oh ja. en zo. Ja. En weigerde ook een Griekse spreken. Die zegt dit <laughs> zo, die badhuizen dat is een luxe en daar zitten mensen ook nog naakt, verschrikkelijk. Vroeger waren gewoon vaders en zoons zelfs in een aparte ruimte. Nu zitten ze allemaal helemaal, helemaal fout en Seneca zegt ook veel te luxe in je privé badhuizen, allemaal verschrikkelijk. Een paar generaties later is het volkomen normaal en is het heel Romeins om naar de badhuizen te gaan. En wordt dat hetgene waar als andere provincies bij de Romeinse Rijk komen, mensen zeggen dit is typisch Romeins. Dus je ziet precies zo'n overgang van eerst wil ik het niet, dan wordt het genormaliseerd en geaccepteerd. En dan wordt het typisch Romeins en hebben we het altijd al gedaan. En wat dat betreft lijkt het Romeinse Rijk een beetje eigenlijk op Apple nu. Wat ook een rijk op zich is natuurlijk. Smartphones bestonden al lang, maar Apple maakte ze populair. Smartwatches geldt eigenlijk hetzelfde voor. Pas toen Apple ze ging maken, ging iedereen ze dragen. Was dat de rol een beetje die het Romeinse Rijk had? Min, minder bewust, denk ik. Dus het Romeinse Rijk creëert de infrastructuur, zullen we maar zeggen, waarmee het makkelijker wordt om dingen die veranderen sneller door dat hele rijk heen door te voeren. En misschien werkt het een beetje op dezelfde manier dat mensen aan de grenzen van het Romeinse Rijk... graag dingen willen doen die de Romeinen ook doen. En dat het op een gegeven moment hip wordt om Romeins te doen. Oh ja. Dus het wordt hip om zo'n badhuis te hebben. Uh, behalve <laughs> dat het me ook nog best wel lekker lijkt... om een keer een warm bad te krijgen. Dus dat, dat, dan heb je het Apple-idee. Maar het Romeinse Rijk verdiende er niet miljoenen mee. Wie dus uh, verdiende er wel aan de innovaties dan? Waren het wel bedrijven of, of individuen... Ja, er beroemde... zijn geen beroemde uitvinders, ja, nee. behalve iemand als Archimedes. En die kennen we dan als een uitvinder of iemand die met spiegels en zonlicht Romeinen wist weg te jagen. Dus dan heb je het over hele typische militaire uitvindingen of filosofische uitvindingen. Maar hij is er niet rijk mee geworden of beroemd mee geworden. Dus het Steve Jobs, om de ja. appel uh, parallel te ja. houden, die kennen we niet uit het Romeinse Rijk. Het... Het dichtste dat we daar dan bij komen, is iemand als Crassus, die ik al eerder heb genoemd van het driemanschap van Caesar Pompeius en Crassus. Daarvan wordt gezegd dat hij de uitvinder van de brandweer in Rome is. Oh ja. En daar hebben we het over gehad toen met het inkomensongelijkheid dat hij ervoor zorgde dat er huizen afbranden en dan zei: nou ja. Hey, ja, dat, we we mee, maar dat is een geen innovatie hoor. Dit is een markt creëren, toch? Ja. Nou ja, dat is dus deel van innovatie. Dit is dus echt een sociale innovatie. Dat het vanaf dat moment normaler wordt om een brandweer te hebben. Dat heeft oh ja. enorme effecten op hoe zo'n zo samenleving functioneert. Dus ook dat is een innovatie. Het is alleen geen uitvinding. Zijn er dan ook voorbeelden van dat ze wel bezig zijn al met innovaties. Maar dat ze dan ook nadenken over hoe er gereageerd gaat worden op de innovatie. En dat ze daarop het ontwerp dus aanpassen. Een beetje. We kunnen het niet precies zo zeggen, maar waar je dat heel mooi ziet. Iets wat waarschijnlijk op die manier gegaan is, is bij, bij tempels. Dus als wij kijken naar Griekse en Romeinse tempels. dan, dan, nou, dan kunnen we allemaal zo'n beeld voor ons zien. van zo'n zo stenen tempel met zuilen en zo'n driehoek bovenop. Ja. Nou, als je dan iets meer in detail kijkt, dan zie je dat in heel veel van die tempels. Heb je een soort, soort ja, vierkante stukken die eruit steken, die een beetje lijken op balken. Okay, yeah. En als je uh, in detail kijkt, dan zie je op een hele hoop van die balken een soort van die Lego-dopjes staan, lijkt het wel, echt van die Lego-blokken. waarmee je dingen kan verankeren of op elkaar kan zetten. Zo lijkt het. Nou, um, wat dat waarschijnlijk zijn, zegt Vitruvius, dat is een, een Romeinse auteur die over architectuur praat, die zegt. Die, die blokjes. Dat waren vroeger de houten pinnen waarmee je houten balken in elkaar schoof. Ja. En op het moment dat er besloten werd... om niet meer houten tempels te maken... maar stenen tempels... hebben ze geprobeerd de vorm zo dicht te benaderen... dat ze ook dus... die pinnen in steen gemaakt hebben. Dus dat die hele tempel... zoveel mogelijk lijkt op een houten tempel. Waarom? Omdat je daarmee misschien wel het materiaal verandert... maar tegelijkertijd laat zien... dit is nog een hele normale tempel. Het is precies de tempel van had we naartoe. alleen die ja. in steen. Nou, dan heb je het... Bijna in een letterlijke zin over het verankeren van innovatie. En dan is er dus blijkbaar een bewustzijn geweest. Dat om te zorgen dat mensen niet met z'n allen riepen. nieuwe wet tempel willen we niet. Dat ze probeerden hem zo dicht mogelijk te laten bij datgene wat ze al kenden. En tegelijkertijd is het heel duidelijk dat een stenen tempel een beter idee is. Want we hebben genoeg branden in Rome waar al die tempels kapot gaan. En dat gaat met een... Stenentempel minder snel. Nou, het is een beetje als kunststof kozijnen, toch? Die ze dan op oude, antieke kozijnen willen laten lijken. Ja, het, het is precies dat Steeds idee. Het is, het is de ja. discussie die je hebt bij moderne architectuur of, of oude architectuur, waarin mensen proberen zoveel mogelijk de, de oude architectuur te laten zien, om te doen alsof het hetzelfde gebouw is. We willen vooral niks nieuws, maar we willen wel het gemakken van het nieuwe. Ja, en dan is het tijd voor de rubriek waarvoor we nog steeds, ook in aflevering 14, nog steeds een naam zoeken natuurlijk. Uh, luisteraar Jorik Blonk, die had een suggestie voor de naam. Hij zegt New Roman Times als speling op Times New Roman. <laughs> <laughs> Olivier zucht, uh, mensen. Oké, okay, nou, voor het geval neer... je dat nog niet hoort. Nee, precies. Maar het op neerkomt, luisteraars krijgen nu de kans om Olivier uit te dagen door met iets te komen waar de Romeinen nog niet aan hebben gedacht. En uh, Signorita Olkit dacht dus aan fastfood. En toen zei jij gelijk... Daar doen de Romeinen heel erg aan. Dat is... Uh, ja, nee, fastfood hangt er een beetje vanaf hoe je het, hoe je het definieert natuurlijk. Maar uh, heel veel Romeinen, zeker in de steden, die woonden in wat wij eilanden, insulé noemen. Een soort, soort flatgebouwen, heel dicht op elkaar, was niet heel erg leuk. Hè? Het basisidee, als je niet heel rijk was, was het Romeinse Rijk niet leuk. Nou, als jij in een niet al te goed gebouwd gebouw met heel veel mensen bij elkaar zit... Dan ga je daar niet heel snel een vuurtje stoken. Tenminste, dat is een heel slecht idee. Ja, Kookerdé op hout, toch? Kookerdé op hout. Ja, ja. Dus, dus als jij niet de ruimte hebt om te koken, ja, dan moet je ergens anders het eten zien te halen. Dus alleen al daaruit weten we zien dat er in die huizen nauwelijks keukens waren, nauwelijks plaatsen waren om te koken. Dus ze moeten wel ergens anders eten gehaald hebben. En dat zal niet heel duur eten geweest zijn. Dus dan heb je het al over vastgoed afhalen. Nou weten we dat ook van de andere kant, want uh, zeker in Pompeii, waar we natuurlijk gewoon zo'n fijne stad hebben die, uh, nou ja. Hangt op, voor wie het fijn is. is voor, de voor de archeologen is het heel fijn dat die goed is bewaard. Voor de mensen, daar was het echt wat minder leuk. Maar daar kan je dus heel goed zien hoe zo'n stad vorm kreeg. En daar zijn heel veel soort barretjes te vinden. Wij noemen die uh, Thermopolia. Okay. Dat is een Grieks woord. Ja? Het zijn een soort barren met daarin grote bakken ingebouwd. En daar weten we dat mensen gewoon hun eten afhaalden. En dat waren dan voor een groot deel. Olijven, maar ook vleespieces. Uh Heel veel gekookte uh, groenten. Vaak waren die dingen dan ook in die, in die grote bakken koud. Want anders ja, hou je het niet warm en zijn die dingen ook moeilijk schoon te maken. Maar dat werd afgehaald en er stonden er borden naast waarop we weten wat het menu was. En dan overal werd dan die, die, die beroemde Romeinse vissaus over overgegooid. Een beetje ketchup van de, van de oudheid. Dus het <laughs> kan niet anders dan dat die Romeinen met regelmaat daar naartoe zijn gegaan om hun eten te halen. Ja, en dat ging dan over noten, vleesspiesjes en groentes. Misschien Iets gezonder dan de gemiddelde McDonald's. Meer, meer tapas dan, dan er de er burgerbar. Nee. Maar het is wel het afhalen van voedsel. Zonder hele duidelijke ruimtes waar je het gaat eten. Misschien aten ze het wel lopend onderweg terug. Komt wel tamelijk dicht bij fastfood. Zeker. En gewoon nooit hoeven koken. Dat is ook weer heerlijk lijkt me dat. Dat vind ik niet. Ik vind koken wel leuk. Ja? ja. Elke eet. dag? Ah. In het weekend is het leuker dan door de week, toch? Ik weet niet. Maar liever li 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 dan, li dan de McDonald's. Denk jij ook iets briljants te hebben bedacht? Waar de Romeinen nog niet over hebben nagedacht. Luister hier via Spotify. Dag Olivier dan uit hieronder in de QA onder deze aflevering. En anders via het formulier. Uh, wat je via een linkje kan vinden in de show notes. Volgende week hebben we de laatste aflevering. Spannend. Zeker. Waar gaan we het over hebben? Ja, militaire dictaturen. Ik roep al zo hard dat en zo lang dat de Romeinse Rijk een militaire dictatuur is, dat we daar het ook een keertje over moeten hebben. Goed, lijkt mij ook. Dus uh, vergeet je niet te abonneren. Volgende week hebben we ook nog een leuke verrassing voor jullie. Uh, maar dat dan, is een verrassing. Dat is een verrassing, dus daar zeggen we verder niks over. Heel en je hoort niks. mijn Olivier vanzelf dan weer langskomen als je geabonneerd bent. Tot dan.